Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Een beetje milkstout. Rotbrouwers milkstout, rot uit Rotterdam. Dit is een van de bieren uit de novemberbox. Allemaal donkere bieren van Brother Beer en Dutch Beer Collective. We hebben dus de samenwerking aangegaan, vaker verteld. Leuke samenwerking aangegaan. En in heel 2023 komt er elke maand een box uit met een thema. 6 bieren, waarvan 1 mystery bier. En dit is het bier dat ik besloten heb om te reviewen. Waarom? Ja, jullie weten allemaal zo langzamerhand mijn aversie tegen lactose. Maar dit is een klassieke milkstout. Meer een klassiekere basic milkstout. 5% in alcohol, 25% IBU. Rot melk. De zwarte motor. Want melk is goed voor je. Ook voor stoute mensen. Maar niet als je last hebt van lactose intolerantie. Dan kun je dit bier beter laten staan. Voor een ieder ander zal het de motor doen ronken. Ingrediënten water, havermout. Dus mout en havermout. Hoor lactose hop in gist. Verder niks anders. Bevat gluten en lactose. De stijl zelf is, wat ik al zei, omdat klassiekere milkstout wordt al jaren gedaan. Laat ik eens even iets opzoeken hier. De eerste, ik heb mijn boek hier toevallig liggen, die ligt altijd in de buurt. Zullen we eens even snel iets checken? 188, 189. Milk stout got its start as a literally blending of stout porter, as the strongest stuff was then known, with a healthy pour of milk. Which served as a lunchtime reviver to help laborers get through the rest of the day. Dus het werkt letterlijk, was het gewoon bier met melk. Zo is het begonnen. En er staat niet echt precies wanneer de eerste first brew, bla 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 bla. Nou, er staat hier al dat voor het eerst dat in 1907 was Mackeson Milk Stout degene die het echt op het label had staan. Dat is het. Het is in de eerste helft van de 20e eeuw. Nou ja, dus de eerste helft van de 20e eeuw. We hebben het over een stijl die dus echt al meer dan een eeuw bestaat. Dus het toevoegen van blijkbaar melk aan bier is helemaal niet zo raar. Tegenwoordig zal het misschien op een iets andere manier gaan, zoals we weten. Maar het hele idee dat een milkstout iets heel moderns is, lactose in bier, is dus onzin. We schenken het bier uit en hij schenkt behoorlijk donker, behoorlijk zwart. Voor zo'n licht bier. Heel vaak zul je zien dat de lichte stouts over het lichte van kleur zijn. Maar deze is echt behoorlijk donker. In het glas is die eigenlijk zo goed als gitzwart. Met een hele mooie mokka-kleurige donkerbruine schuimkraag. Schenkt echt super mooi. Schonk ook relatief, nou, ik wil niet zeggen dik, maar wel dikkig voor 5%. En dat is natuurlijk, want die lactose geeft het wat body mee. Nou, zoals ik vaker zeg, ik heb een hekel aan lactose. Maar dat komt omdat het tegenwoordig verkeerd gebruikt wordt. Gebruik je het op de juiste manier, niet te grote hoeveelheden, kun je een hele leuke dingen doen. Dus ik ben benieuwd of Rotbrouwers in Rotterdam het gelukt is om dat zo klaar te maken. Laten we eens even kijken wat dit doet. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt en gesponsord door Brother Beer. Bedankt voor het opsturen. Jullie weten hoe dat riedeltje werkt. Laten we eens even kijken wat dit doet in de neus. Licht geroosterd. Beetje karamellig. En dan meer inderdaad een beetje van dat sweet fudge bijna. Niet dat hele zware burnt sugar caramel, maar gewoon zoete karamel. Maar niet te zwaar storend. Ik heb wel eens lactose stouts gehad dat je echt, je opent ze en echt dat sickly sweetness, het meer zoete komt je gewoon echt, alleen al van ruiken springt het glazuurje van de tanden. Dat is het hier niet. Het heeft gewoon een licht zoete tonen door. Relatief fris eigenlijk wel in de neus, gek genoeg. Lichte tonen van koffie en dan niet iets als in donkere espresso, gewoon lichtere geroosterde noten. En over noten gesproken iets subtiel notigs in de achtergrond. Beetje, doet denken aan een soort van, niet zozeer notig, maar denk meer aan wanneer je noten roostert. Dat je dus inderdaad een soort van roasty, toasty, nutty ding krijgt. Het is dus niet uit zichzelf heel geroosterd. Maar het heeft wel zo'n soort van roasty, toasty, nuttiness. Of het is vanuit zichzelf heel nodig. Niet roasty. Jullie snappen wat ik bedoel. Het is voornamelijk veel roast dat je krijgt.
En niks op een hele heftige, zware manier. Ik moet zeggen eigenlijk, het bier is relatief donker voor de hoeveelheid roast die je krijgt. Meestal de hoeveelheid roast die ik hier krijg zou een iets lichte kleur bier aanduiden. En dat valt nog reuze mee. Ja, en inderdaad een hint van dat zoetje van lactose, maar niks te zwaar, niks te storend. Heeft een plezant bittertje in de neus. Iets groenigs. Groenigs als in dat... Groenig als in van hop, green hoppiness. En natuurlijk heeft een bier is dit ook hop, alleen dan op een andere manier. Heel veel jonge bierdrinkers die denken soms dat alleen IPA's hop hebben. En dat hop draait om ananas en mango en weedy danky tonen. Niks is minder waar. Get back to basics. Leer wat hoppen zijn. Elk bier heeft hop. En als het bijvoorbeeld gewoon iets heel simpels is als een helletouw, dat soort dingen. Of een god weet je nou, met een S. Niet Sabro, maar... god, ik kom er niet op. Klassiek in pilsners, komt er even niet op. Zaas, S-A-A-Z, zaas. Weet je, dat zijn gewoon hoppen die ook dat groene dingetje mee kunnen geven. Maar verder gewoon voornamelijk voor bitterheid zorgen. Ruikt heel erg grappig. Ik wil even een slok nemen. Cheers jongens, bedankt. En Brother Beer nogmaals bedankt. Minder vol dan ik verwacht had. Hij, de manier waarop hij... even voor de 5% alcohol heeft hij gewoon een body die je mag verwachten. Heeft hij precies de body die je mag verwachten. Je zou verwachten misschien een tikje voller omdat het met lactose is. Maar in dat opzicht is hij voor de stijl is die goed. Misschien dat gewoon de manier waarop hij uitschonk dat ik verwacht dat hij ietsje voller zou zijn. Maar de body is gewoon goed en wat hij zou moeten zijn. Mooie geroosterde tonen. Veel roasty bitterness in de finish. Een subtiel zacht zoetje. Een hint van iets dat doet denken aan vanille marshmallow. Maar allemaal zacht en subtiel. Niks zwaars. Wederom dat soort van notige. Maar de smaak is voller en intenser dan de geur. Wederom veel wat doet denken aan koffie. Karamel. Iets notigs. Weet je, dat soort van... geroosterde kokos, geroosterde noten, nuttiness, maar niets zwaars of heftigs. Weet je, niet dat je denkt aan het pastry level, Nutella, hazelnoot of zo. Gewoon een subtiele roosterige toon. Meer pure bittere chocolade ook. In de neus krijg ik heel weinig chocolade, maar in de smaak komt dat veel meer naar voren. En komt hij veel meer naar tot zijn recht als een echte classic stout. Zoals je ze vroeger kon verwachten. Dit is eigenlijk gewoon back to basic wat een stout zou moeten zijn. En in dit geval een milk stout. Het zijn gewoon veel geroosterde tonen. Lichte tonen van koffie, chocola, een beetje fudge, een beetje caramel. Mooi gebrand, geblaakt, geroosterd. Een subtiele bitterheid die niet te heftig wordt. Want het is gewoon een stout, geen imperial stout. Maar het is in dat opzicht precies wat het moet zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat als ik deze op Untappd ga checken, dat hij heel veel lage cijfers krijgt. Omdat wederom, nou die tirade gaan we niet doen. Maar dit is even back to basics. Dit is eigenlijk wat een stout moet zijn. Een milkstout, zeker in dit geval. Zou je het lactose component eruit halen, dan hou je gewoon steeds een classic 5% sterke stout over. Dit is per de definitie, zoals vroeger de porter, die ongeveer 3,5% zou zijn. Weet je, in de 18e en 19e eeuw. En dat het overging in wat ze noemden de stout porter. Een sterkere porter. En die porters, die stout porters, wat toen een stout uiteindelijk werd. Een stout betekent gewoon stevig, sterk, sterk. Weet je, it's stout. Het is stevig. Een stevige porter. Dus alles was wat intenser. Maar die bieren waren ook maar tussen de 4,5 en 5 tot 5,5%, zeg maar. Dus dat waren echt niet de units zoals we ze nu kennen. Het was pas later dat de Imperial Stout kwam. En zelfs de eerste Imperial Stouts waren 7,5, 8%. Dat waren ook geen bieren van 11, 12, 13, 18%. Weet je, de stout zoals we ze tegenwoordig drinken, zeker in de Imperial categorie, heeft niks meer te maken met wat het vroeger was. Dit komt al veel meer in de buurt van een klassieke stout porter. Zoals die toen de tijd gedronken werd. Heel interessant, heel bijzonder.
Wederom, ik vind hem trouwens lekker. Ik vind hem lekker. Ik vind het echt een leuk bier. Een lekker bier. En dit zijn de bieren waar ik wel meerdere van zou willen in mijn koelkast. Die tonen van koffie komen steeds meer naar voren. Gaat zelfs meer richting bijna een espresso. In de termen van hoe geroosterd en bitter de mouten hun ding doen. En dat caramel fudge dingetje gaat ietsje naar de achtergrond. Het blijft hangen, maar de geroosterde bitterheid doet steeds meer zijn ding. Echt heel gaaf dit. Echt heel leuk. Ik heb al een paar bieren gehad van Rot Brouwers. En het ging een beetje heen en weer wat ik ervan vond. Het waren niet dat ik nou meteen helemaal dacht van, nou ja, best stuff ever. Maar dit is misschien wel mijn favoriete bier van hun tot nu toe. Gewoon omdat het zo terug back to basics gaat over wat in mijn ogen zo'n stout zou moeten zijn. Een bier zoals dit zou moeten zijn. En ik kan dat heel erg waarderen. Ik vind dat echt heel erg leuk. Ik ben blij dat ik deze gekozen heb. Ik was bang dat ik heel teleurgesteld zou zijn. Dat hij veel te zoet zou worden. Maar niks is minder waar. En dit is misschien wel een van de... Van alle bieren die ik tot nu toe in de pakket heb gehad vanuit de Brother Beer series, is dit misschien niet de spannendste of de lekkerste of de meest mindblowing wat dat betreft. Maar het is wel een van de leukere bieren. En ik vind hem nog steeds echt lekker. Maar het is zeker een van de leukere bieren, omdat je echt het gevoel hebt, ik ga terug naar... Een beetje terug naar wat ik zei, back to basics, back to the roots. Vind ik leuk, hou ik van. Cool, gaaf bier. Dankjewel, Brother Beer. En dat was hem voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Stel je voor, je hebt de box gekocht of je hebt het bier zelf al eens eerder gehad. Laat even weten wat je ervan vond. Ik ben wel heel benieuwd naar jullie meningen, dus laat wat comments achter. Jullie kennen het hele rieltje onder in de omschrijving, box links naar alle social media, link naar de Dutch Beer Collective, link naar mysterybeer.nl en even een link naar Brother Beer. Er komt nog één box dit jaar. Ik heb geen idee wat we in 2024 gaan doen. Hebben we nog niet over gehad. Maar er komt nog één box dit jaar voor deze. Ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Stiekem hoop ik op kerstthema's. We gaan het zien. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Tot dan. Proost.